Nou, dus juist daarom dat de vlammen ongeveer 2,5 meter hoog zijn. Dus ja, het is altijd even moeilijk voorspellen of het gaat waaien of niet. Afspreken welke stappen we ondernemen. Want als ik het goed bekijk, denk ik dat we afleggen op een lage druk met voertuigen. Ik denk dat we die in eerste instantie moeten houden voor de secundaire lijntjes. Dus dan kunnen we op afstand kunnen met de staaldraad dan kunnen we de deur open trekken. Als na een half uur de deur niet doorgebrand is, want dan gaan we niet. Ja, nee, maar ik was al bang dat ik. Ja, ik had het aan het los doen. Jacques, dat is de taak van Jacques. Die deur open, toen wist je het. Dat moest je eerst doen, dat is mijn plan mee handelen. Dus dan moet je zo'n. We hebben er nog een die het over kolen doet, geloof ik. Ja. Compleet het water binnen, open water opgebouwd. Eén. Eén. Heel netjes. Moet je een kortfoons krijgen. Dan moeten we in die bus, waar bij jouw commandocentrum net, eentje puur neer voor het brandbestrijdingstuk. En de andere is coördineren met de overgediensten. Ja, waar open vuurwerk ligt en dat soort dingen. Ja, ja. Aan de rechterkant ligt de opvang. Ja, ja. Ja, oké. Ja. Misschien kan eerder de testen en gaat meer die kant uit dan. Half open weer. Die een beetje klein. Thank you.
auto's zijn al wat duur. En die testen zo niet precies hebben. Ja, dat is mooi. 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 Ja, d